gozer eruit nu. Uitstappen nu. Hey, dus rustig. Yes man, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn en in deze video heb ik een melding van een overval voor jullie klaarstaan van drie heren die helemaal geen zin hebben om mee te werken. Het gaat heel erg moeizaam, uiteindelijk ja, kunnen ze misschien aanhouden of ze vluchten, I don't know. Jullie gaan het zien in deze video. Vergeet zeker te weten even niet een blauw duimpje omhoog te doen, dat zou ik super tof vinden. Abonneer ook zeker te weten even hier beneden, dat is heel gratis natuurlijk. En deel lekker de video met je vrienden en je vriendinnen. En dan gaan we nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Oh, kiri kiri. Omhangen. En als ik het gevuur heb, zijn ze in de winkel om te besturen. Jij moet rijden, want ik ben de B-klasse nog steeds. Schiet op. Ja, ik kan hem legit niet pakken. Je bent dikke pabel, schiet op. Sukkel. Gaas. Jij mag Martijn meenemen, Bjorn. De werksmelding is ook in die winkel, wij zijn 400 meter uit. Ik zal met jou doen. Staf u af, gericht. Uitstappen. Wij hebben niet klem, klem. Ja, die staat klem. Uitstappen. Uitstappen, handen laten zien. Op je knieën, allemaal. Bestuurder, bijrijder, uitstappen. U in het voertuig blijven. Op je knieën gaan zitten. Gast, op je knieën gaan zitten. Schiet zo. Oké, meneer, is goed. Gozer, eruit nu. Uitstappen nu. Hey, doe eens rustig. Uitstappen nu. Gast, ik ga het niet nog een keer vragen. Nu uitstappen. Omdraaien. Meneer, doe rust. Terugkomen. Hey, terugkomen! Gast, je luistert gewoon niet, man. Daaf, jongen. U spreekt de politie. Alle drie heren in het wit. Met je handen omhoog. Uit de winkel komen nu. Hij heeft een bijl vast, jongens. Pas op. Ja, oké. Okay, die staat erop, hè. Yo, nu op je knieën, anders wordt er geschoten. Laatste kans. Waarschuwingsschoten zijn al gelost. De volgende gaat in je knie. Weten. Naar buiten komen, volgende gaat hier. Je spreekt de politie, laatste kans of er zal geweld worden gebruikt. Nou, wat gaan we doen? Gaan we naar binnen rennen? Want die gasten gaan echt. Die gaan heel tot de zicht. We gaan ze vanaf hier pakken. Ja, dat gaan ze niet doen. Als ze uit die auto naar binnen rennen. Dat we geweld ze zitten allemaal achterin. We kunnen kijken of we schild kunnen fixen. Nee, tuurlijk niet. Ik sta links voor jou, Bjorn, niet naar links. Doe normaal, ik zweer het je, ik schiet je door je hoofd. Ja, je mag even grote mouw houden en met je handen omhoog naar buiten komen. Vraag uit. Ik schiet je door je hoofd. Ja, kom uit die fucking winkel. Geen rare dingen doen, ik schiet je door je hoofd. Je dood, man. Blijf op afstand. Waag op die deur binnen te komen, ik schiet gelijk. De winkel, middel CU ook, wat oude van Duik, postcode. Ja, waag het, ik schiet. Oké, we gaan gewoon. Nu naar buiten. 366, we hebben hier een shoot. Ja, we hebben hier een burger. Wil je dat hij doodgaat of niet? Alle hopjes, burger die vluchtte toen net doodleuk met jullie weg. Zeker niet, er zit hier iemand met de capuchon op zijn hoofd. Kom kijk, laat zien dan. Eerst afstand. Nu laten zien. Afstand. Oké, dan ga ik een messteek hem geven. Laten zien, anders nemen wij geen afstand. Hé maat, je mag even naar buiten komen met je handen omhoog. Vuurwapens op je gericht. Geen rare dingen doen, maar ik kan ook terugschieten als je wilt. Oh, heb je daar zin in? Ja, een zware bluff, jongen. Ja, oké, okay, we gaan gewoon. Hij is groot en al dikke lip, jongen. Schiet je, als ik zie je wel. Je spreekt de politie op één kans om met uw handen op je hoofd uit de winkel te komen. En dan zal de geweld willen gebruiken. Luister. Je handen omhoog uit de winkel. Nu op je knieën, anders schieten we. Ik sla de winkeleigenaar, wil je dat? Op je knieën. Wil je dat ik die doodsla hier? Als je hem slaat, ben jij kogel door je harses? Ik bluff niet, hè? Ja,
Maar wij bluffen ook niet. Jij slaat hen, dan ben je direct neer. Hey boys, zet maar dat mes op die kill van die burger achterin. Doe maar. En ook hier komen. Ah! Hier komen. Hier komen. Nu. Goed zo. Laat mij met rust, man. Ik heb er eentje op zijn knieën, er zijn maar drie gasten binnen. Er zit nog één verdachte achter. Zijn ja. Zijn buik met zijn handen op zijn hoofd. Kan vuurlijn op die achterbalie. Laatste kans. Ja. Kan er iemand switchen richting deze? Ja, rechts. Dan worden hier boos, hè? Ze worden para. Kijk hier achter, man. Zit er eentje met de knieën, man. Ze worden para, deze boys. Meneer, u op de knietjes. U mag opstaan. Ze worden achteruit para. Lopen naar buiten de winkel. Ze worden para. Meneer de winkel-eigenaar, hoeveel weg in je leven? Para. Ik als ik jullie als ze nu naar buiten gaan, deze winkel verlaten. Kom, hup. Ja, hup. Gast, je hebt een hamer. Ja, en een maat achter me heeft een mes op een burgerse keel zitten, wil je dat? Ik zag hier maar drie man naar binnen gaan, dus lijkt me. Ja, maar je hebt niet achterin gekeken. Hé, hey, wat doe jij? Wat doe je? Boeien. Op de grond. Bjorn, jij... Laat mij los hier. Laat vallen nu. Geen gekke dingen doen. Laat vallen. Heel simpel. En laat die hamer nu vallen op de grond. Laat die hamer vallen. Hamer laten vallen nu. Laat me naar buiten gaan. Hamer laten vallen. Anders heb ik ogen in je knie zitten. Laatste kans. Hamer laten vallen. Niemand meer in de winkel. Hostage was bluff. Ik heb hier één gast zitten. Hamer laten vallen nu. Geef je om die winkel eigenaar. Hamer laten vallen nu. Laatste kans. Anders heb ik ogen in je knie zitten. Heel simpel. Iedereen heeft eenmaal Theo. Zitten blijven. Deze wordt ingezet. Laat die hamer vallen. Goed zo. Op je knieën. Geen gekke dingen doen. Zijn nog steeds vuurwapens op je gericht. Ik kom je boeien. Maries vuur. Zo fout op. Vuurlijn. Ja, vuurlijn erop. Vuurlijn staat. Ik ga je ook. Oké, je bent bij deze aangehouden, plegen van een winkeloverval. Je hebt het recht op een advocaat. Mocht deze kunnen veroorloven, krijg je deze toegewezen. Mhm. Opstaan. Wij hebben hem niet in de rug, man. Hey, heb je nog andere voorwerpen bij je die je niet bij mag hebben? Hey, ik ga even weer, heb je voorwerpen bij je die je bij mag hebben? Een hamer. Een hamer. Heb je voorwerpen op zak? Waar is de derde? De derde zit er binnen. 2 uur en 2 staat, dus 2 richting laat schoten melding over. Met Bjorn neem ik aan. Ja, ik fouilleer direct richting idee. Wacht, nou, dat pakken jullie nog. Ja. Even heel goed, jongen. Wacht maar. Ja? Zijn hostage? Hey, ik neem je portefeuille en telefoon ook voor tegen in beslag. Zijn hostage? Nee, hij zat er zojuist in ook, Pim. Ja, hij heeft geen wapens bij deze. Heb jij een ID-kaart? Auw. Heb jij een ID-kaart voor mij? Ik word boos. Ik ga nu voertuig plaatsen. Laat mij los! Eerst? Laat mij los! Pin al eruit. Collega. Ja. Collega, we pakken er nog eentje, komt goed. Ik heb pijn. Pinnen raakt eruit, dan ik zo niet wegrennen. Nee, dan krijg ik nog een pin om mijn reet. Als jij jezelf niet kan leven, je gaat sowieso. We hebben nog een auto, of niet? Nee, die is uitgeboekt, maar dat komt. Wat? Dat is jammer, hè? Zeker. Wacht wel even, joh. Dat is jammer, hè, Bron. Ja. Bron, wat doe. Nee, even als wij staan of twee bij het laatste gepakt. Oké, dan zet ik jou hier even tegen de muur aan. Dat is goed. Ik zal blijven staan, meneer. Dat voelt lekker. Ja, dat kan een beetje prikken. Dat voelt lekker. Ja, nee, dat begrijp ik ook nog wel. Dat begrijp ik ook nog wel. Hij stond ook op de grond. Stomme Wout. Ja, precies, vind ik ook. Echt stomme Wout. Zeg toch net dat ik het niet. Meneer, ik ga nu het voertuig plaatsen, pas op je hoofd. Ja. Oh, god. Collega. Meneer. Ja. Wilt u mijn ID-kaart hebben? Nee, dat regelen ze allemaal op bureau. Ja, die moet je even uit mijn auto pakken dan, want die ligt daar nog in. Nou, dan gaan we zo eens even kijken. Is goed, doe maar. Van wie is dat voertuig? Van u? Nee, ja. Van mijn oma. Nee, jij mag even je grote beide handen smoel houden. Van mijn opa, broer. Ja, heel goed, jongen. Grote popo. Grote popo speler. Wat is er, collega? Hij zegt hij is hostage. Hoe gaat hij naaien? Gaat hij naaien, man. Oh, ik dek neef, je bent mijn neefje, man. Jij rende net zo hard mee naar binnen, vriend, dus. Ja, goeie toe, ja, hè.
Even luchtjes, ga even de andere kant blijven, op kijken. Ik kijk andere kant op, draait niet om. Heel simpel. Ja, jezus. Ik weet wel wat die red van toen de aanbieding is. Dat weet ik, want wij zouden terugkomen kunnen komen naar de winkel van een sportje over. Oké. Ja, 2 voor 2 staan er 2 over. Nee, Jonko, laat je me nu vrij. Die metaal. Een van de overige eenheden is juist de plaats gegaan bij postcode 424. Voor de laatste grote melding, daar heb ik een brief aangetroffen. Ik zal daar zo meteen plaatsen in dienstnotities. Meneer. Ja, ik moet niet zeiken, man. Kunt u de boeien wat losser doen? Is dit nogal strak? Die gast die aan had, die mag de volle bak krijgen. Die heeft namelijk de overwacht. De rest had geen slagwapens bij of andere wapens. Ja, ik heb hier die met die aan, maar de rest is mee, deze twee zijn medeplegen, deze... Is Björn, is Rex, is Pim, ik zal onthouden, broer. Is goed, jongen, als jij er blij van wordt... Ik heb fotografisch nou wel een volledig kenteken. Ik zweer, die Björn... Nou ja, dat... een volledig kenteken, dat ik. Ja, ik hou het niet al hiernaast vanavond, dat is alleen maar goed. Die Björn gaat mes in zijn slagaders krijgen. Heerlijk, altijd ook in gewild. Niet vuurwapen. Ja, jij gaat sowieso dat krijgen. Hele avond aanvang dienst, 42.02. Zou u kunnen schakelen, frequentie 2, over? Ik heb niet gevlucht. Bro, we zijn hier deze winkel uit geweest. Ik was bang, jullie hadden vuurwapen. We zijn toch niet weg. Waar blijft die kut collega van je nou? Die komt eraan. Maar nou kun je zo normaal praten. Hey, hou je mond. Ja, en die kan je nog aankijken ook als je wil, ja? Maat, je mag even draaien nu. Heel simpel. Kan je nog uitkijken? Je mag even draaien. Hey. Heel simpel. Hey, man. Je draait gewoon op. Maf, Kees. Doe die deur open. Doe die deur open. Ik sla hem dood, man. Ik sla hem dood. Gas, ga je normaal doen? 702, dat is 3. Hey, collega. Wij pakken hem nog aan. Hij gaat zomaar aan mijn collega. En laat me los. Nee, ik kan toch zelf lopen, neef? Ik ben niet te verplicht. Ga je voertuig plaatsen, pas op je hoofd. Je hebt echt medische zorg. Doe even je gordeltje om. Gelukkig stil ver rijden. Ik kom zo veroordelen hoor, ik kan hem een celletje pletteren en dan komt die kant op. Jij moet alleen even... Natuurlijk algemeen, graag even een eentje erbij. Ja, die zijn lekker, frikandellen niet, dus dan... Locatie over. Bjorn, jij hebt ook nog een verdachte bij, hè? Ja, ik weet het, maar de 02 heeft ook een verdachte bij zich en die vraagt om assistentie. Ja, ga maar naar de ATB, we komen ook. Hey maat, wat denk jij? Achterlijke debiel. Hey achterlijke debiel, wat denk jij? Ga me losprikken. Ja, grapje neef! Ja, helemaal een verdachte op de voeten van de oorhoven. Ik kan niet redden met... Strijder aan, broer. Ik heb een benetje. Ik heb boeien nog om. Nee. Ja, eenmaal aan twee. Nou, hoppatee, nog een keer vluchten. Weten, jullie zijn drie. Jullie zijn dommer dan je eruit ziet. Vluchten voor de politie krijgen en met uitzondering van degene die in de toerant zat, is het medeplegen van een... Maurice, dat je dat geloofde. Over. Hier zet ik er het beste voor je Heeft de 02 ster dan nog even gewenst met een extra auto over? Negatief voor nu, alles rustig, 3x AT over. Oh no. Jullie werden geboekt, man.